We gaan wat nader in, wat verder kijken naar de transparante rode kleuren in het aanbod van Old Holland Classic Oil Colors. Transparante kleuren om glazen transparant mee te werken. We gaan het hebben over die namen die in die transparante rode kleuren voorkomen. En dan begin ik eerst met dit setje. Daar ziet u staan Madder Lake. Dat komt van het Nederlandse woord traplak. En dat is weer afkomstig van de plant. De wortels van de plant waarvan het pigment werd gemaakt dat we kraplak noemen. De meekrapplant. Die heeft worteltjes. En die worteltjes die hebben een diep rode kleur. En via een bepaald procedé wordt daar dan het pigment kraplak van gemaakt. Al in de oudheid was dat bekend. De meekrapplant komt ook over in verschillende versies, verschillende vormen over de hele wereld voor. En is dus al vanuit de oudheid bekend als pigment om rode lakverf van te maken. Nou was er één probleem met de kraplak. En dat is dat hij niet licht echt was. Dat wil zeggen dat hij onder invloed van zonlicht, UV-straling, dus zijn rode kleur verloor en wat bruinig, wat gelig, wat verdween. Onder andere zegt men dat de Mona Lisa, het beroemde schilderij, een rode blos op de wangen ooit heeft gehad. Gemaakt met het kraplak pigment. En dat is dus in de loop der tijd verdwenen. Ook is er een voorbeeld van William Turner, de grote aquarellist, grote schilder, die enorm hield van die lakkleuren, die rode lakkleuren, die wel 10 of 12 rode lakkleuren in zijn schilderskist had zitten, waarvan ook een aantal medegemaakt waren met het kraplak, madder pigment, en dus ook verdwenen zijn in de loop der tijd vanuit die schilderingen. Tot diep in de 19e eeuw werd eigenlijk dus gewerkt met die niet helemaal lichtechte kraplakpigment om die rode lakkleur te gebruiken. Rond 1860, of om precies te zijn 1868, werd het door een aantal Duitsers langs synthetische weg het pigment alizarin vervaardigd. En dat was een synthetisch alternatief... voor het niet lichtechte madder, omdat dat alizarin wel lichtecht was, dus onder invloed van UV-straling geen verlies van kleur of van had, hè? Geen verlies van kleur. Dus dat is het madder. Dan hebben we een ander groepje, dat is het zogenaamde, daar komt het woord karmijn in voor. Of crimson, of ook wel eens kermes in het Nederlands. Dus karmijn, crimson, kermes. Dat zijn verschillende namen die eigenlijk allemaal terugverwijzen naar een ander pigment. En dat is het pigment dat wordt gemaakt van de cochenille luis. Dat is een rood luisje. Een luisje waarvan het vrouwelijke luisje vlak voor het leggen van de eitjes geoogst kan worden, zou je kunnen zeggen. En het bloed van deze vrouwelijke insectjes, cochenille luisjes, een diep rode, karmijnrode kleur heeft. Dus de cochenille luis, daar wordt dus dat pigment karmijn uit vervaardigd. Karmijn in het Engels. Crimson is een andere naam voor datzelfde pigment dat terugvoert. Vanuit verschillende talen zijn er dus al dat kermes, karmijn en crimson ontstaan om diezelfde kleur te benoemen. Het wordt nog steeds gebruikt, de cochenille luis, ook in de cosmetica-industrie en in de snoepindustrie. Sommige snoepjes die uw kinderen eten zijn gekleurd met het rood van de cochenille luis. Laatste wat ik even aan wil geven, want u ziet dus dat madder, dat is een achtergrond van al die namen, karmijn, het alizarin. En het laatste wat ik even aan wil geven, dat is wat vaak voorkomt in de rode lakkleuren, het scarlet, scharlaken.
scharlaken. En dan denk je, scharlaken rood, waar komt dat nou weer vandaan? Nou, het is eigenlijk zo dat in Vlaanderen, de textiele industrie, er scharlaken textiel op de markt was, dat zo heette omdat het zo gemaakt was. Laken zit er ook al in, hè, in het woord scharlaken. Dat was een bepaalde manier van weven. En die werden vaak gekleurd met die dieprode cochenillenluiskleur. En later is dat eigenlijk een soort zelfstandig woord geworden, scharlakenrood. Maar dat is alleen maar omdat dus die textiel werd gekleurd met die cochenillenluisjes. Wij hebben nu een aanbod bij de Oud-Hollandse van mooie, wat meer bruinrode lakkleuren naar het violetrode. En dan ziet u steeds in die namen die oude verwijzingen terugkomen. Maar we hebben een aanbod gemaakt van een aantal rode kleuren die dus van het diep bruinroodachtige naar het heel licht roze roodachtige, het meer violetblauwachtige, violetrode uitstraling. Je ziet hier die een beetje violette uitstraling. Het aanbod dat we hebben gekristalliseerd uit eigenlijk dit hele historische verhaal.